Ik ben Hans Edman en ik neem je mee naar een collega communicatieprofessional thuis. En vandaag zijn we op bezoek bij Inge Massen. Inge, wat staat er op jouw visitekaartje? Heel wat, Hans. Mijn titel is Global Director Purpose and Brand. En inmiddels is dat al niet meer helemaal up-to-date, want heb ik ook de rol van Employee Communications erbij gekregen. En dat moet je eigenlijk iedere keer als je je voorstelt, moet je dat achter elkaar zeggen? Nee, ik zeg meestal gewoon dat ik bij DSM werk. Dat is natuurlijk een mooie samenvatting. Je werkt bij DSM. Wat doe jij bij DSM? Klopt. Nou, ik heb een vrij diverse rol. Aan de ene kant hou ik me bezig met het verankeren van onze maatschappelijke agenda. Ik hoop dat de kijkers weten dat DSM zich op meer richt dan alleen het verdienen van geld. Dus we proberen echt onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te pakken. En samen met onze businessgroepen, functies en regio's kijk ik hoe we dat het beste kunnen verankeren in onze activiteiten. Voor dat deel van mijn rol ben ik onderdeel van de duurzaamheidsafdeling. Mm-hmm. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor het merk DSM. Dus het is een mooie combinatie, want aan de ene kant draag ik eraan bij dat we het ook echt daadwerkelijk doen. En dan zorg ik er ook voor dat het ook bijdraagt aan de reputatie van ons bedrijf. En onlangs is de rol van medewerkerscommunicatie erbij gekomen, omdat dat zo'n centrale positie inneemt in alles wat er vanuit purpose en brand moet gebeuren in ons bedrijf. Oké, okay. Je zegt duurzaamheid, je zegt ook medewerkerscommunicatie en het merk. Dat zijn er drie verschillende dingen. Ik kan me voorstellen dat je daar ook bijvoorbeeld met merk meer naar buiten kijkt en bij medewerkers meer naar binnen kijkt. Nou, wat mij betreft helemaal niet. Ik ben er echt heel erg van overtuigd dat je met je merk juist intern moet beginnen. Ik moet wel zeggen dat het een inzicht is van de afgelopen jaren. Hè. Vroeger was ik ook inderdaad altijd meer gericht op de buitenwereld. Maar ik heb nu pas, realiseer ik me hoe belangrijk het is om het eerst intern te verankeren. Ervoor te zorgen dat je ook de zaken doet die je uitdraagt. Om dan ook geloofwaardig met je externe stakeholders te kunnen communiceren. Want anders gaat het echt mank lopen wat je buiten uitdraagt en hoe de beleving binnen is. Dus het heeft heel veel raakvlak en daarom komt die rol zo ook mooi bij elkaar. Ja, en sustainability, duurzaamheid, is dat ook iets van de laatste jaren? Een beetje een modeverschijnsel misschien? Nou, duurzaamheid is natuurlijk al wel lang een onderwerp. Bij ons in het begin, een jaar of 10 geleden, werd het nog wel iets gezien van een aparte afdeling. Toen we onze nieuwe strategie hebben geïntroduceerd in 2018, is het onderdeel geworden van onze purpose agenda, onze bredere maatschappelijke agenda, waardoor het ook iets werd van heel het bedrijf en niet van een paar duurzaamheidsmedewerkers. En dat is echt wel een grote stap vooruit geweest om het denken en het doen ook daadwerkelijk naar een ander niveau te tillen. Is dat ook, wordt dat zo ook door de rest van het bedrijf ervaren? Ja, ik denk dat de trots voortvloeit uit het feit dat we onze verantwoordelijkheid breder zien dan alleen winst maken, absoluut. Dat wil niet zeggen dat je er dan ook meteen bent. Hè. Het vergt wel continu aandacht. En het is natuurlijk ook niet voor iedere rol even duidelijk wat je kunt bijdragen aan die maatschappelijke agenda. Dus dat is iets waar we nog wel iedere dag mee bezig zijn om dat nog tastbaarder te maken. Ja, medewerkers is als laatste aan jouw takenpakket toegevoegd. Hoe zou ik dat zeggen? Was jij een fan van interne communicatie? Ben je opgeleid als interne communicator misschien? Nou, eerlijk gezegd had ik nooit zoveel affiniteit met interne communicatie. Ik bedoel, nee. Ik heb bedrijfscommunicatie gestudeerd in Nijmegen en daarnaast een master's in merkenmanagement. Dus in die tijd was ik wel altijd meer gericht op de externe wereld. Marketing, communicatie vond ik toch altijd wat spannender. En mijn associatie met interne communicatie was vaak dat het heel erg op middelen was gericht. En dat als het goed ging, dat dan eigenlijk de managers met de eer gingen strijken. Dus ik vond het nooit zo'n interessant gebied. En nu? Nou, daar ben ik helemaal van teruggekomen. Omdat ik nu ervaar hoe belangrijk die stakeholdergroep is om het realiseren van echt de strategische agenda, het uitbouwen van je cultuur, het uitdragen van een sterke merk. Ik vind nog steeds dat je het onderscheid externe en interne communicatie, daar heb ik wel nog steeds moeite mee, omdat ik medewerkers gewoon zie als een reguliere doelgroep
voor de communicatieprofessional, waar je gewoon een speciale aanpak voor moet ontwikkelen. Maar het moeten geen gescheiden werelden zijn. Het moet wel elkaar allemaal naadloos aanvullen. En dat is het mooie dat ik daar nou in mijn rol zo mee bezig kan zijn. Ja, en die toon moet dus ook naar binnen en naar buiten hetzelfde zijn, zeg je? Wat ik nu merk, en zeker ook in deze coronasituatie, is dat het intern heel belangrijk is ook om te laten zien dat je oog hebt voor het menselijke aspect. Hè? Dus het zou helemaal verkeerd zijn als je alleen maar focust op productiviteit. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er erkenning ook is voor de complexiteit van de situatie waarin we nu zitten. Mm-hmm. Maar ook intern is het heel belangrijk om wel te laten zien wat je dan ook daadwerkelijk doet. Ik denk dat we alle communicatieprofessionals hier die nu aan het kijken zijn, de commercials die we zien zijn vaak heel uitwisselbaar, de boodschappen. Dus je moet wel echt ook tastbaar laten zien van wat doe ik dan concreet om die medewerkers het makkelijker te maken, om ze te laten wennen aan deze situatie. Dus in die zin is dat wel een rode draad door alle communicatie zoals we die invulling Het beste voor met je collega's en je wilt ze bij elkaar houden, maar iedereen zit thuis. Ja. Hoe bereik je ze dan? Nou, via een vergelijkbaar middel als waar wij nu in zitten. Hè? Gelukkig hebben we de virtuele kanalen tot onze beschikking. En ja, ik vind het ongelooflijk om te zien dat iedereen gewoon nog veel harder is gaan werken. De motivatie en is ongelooflijk. Ik denk dat we met z'n allen ook het gevoel willen hebben dat we iets bijdragen aan de situatie waarin we zitten. En het geeft ook wel heel veel energie om al die mensen over de hele wereld zo enthousiast bezig te zien om er toch maar het beste van te maken. Ja, oké. Okay. En over de hele wereld, daar heb je natuurlijk altijd al communicatiemiddelen om contact met elkaar te houden. Hoe krijg je het nou zover dat jij wereldwijd, jouw titel is Global Director, krijg je nou wereldwijd al die medewerkers nou op diezelfde lijn, in datzelfde merk, met diezelfde mate van duurzaamheid en verbondenheid? Hoe maak je daar allemaal ambassadeurs van? Ik denk wel dat het heel belangrijk is om de lokale vertaalslag te maken. Het kan niet one size fits all zijn. Je kunt niet vanuit het hoofdkantoor maar iets bedenken en dan maar verwachten dat dat bij iedereen even sterk resoneert. Wat ik in mijn rol probeer te doen is de kaders aangeven, de richting. Maar dan ook samen met de regio's en met de businesses te kijken van welke proof points, welke activiteiten passen daar nu in om het ook dicht bij de mensen te brengen. Ja. Daar speelt ook het regionale leiderschap ook een belangrijke rol in. Dus het is, je moet elkaar aanvullen en vooral niet proberen om alles centraal voor te komen. Ja, daarbij moet je dus ook in staat zijn om over je grens heen te kijken. En misschien ook wel over de grens van je eigen afdeling of je eigen regio heen te kijken. Hoe krijg je dat voor elkaar? Nou ja, niet voor niks is het nu heel mooi dat ik in mijn functie onderdeel ben van zowel de duurzaamheidsafdeling als de communicatieafdeling. Daarnaast in die nieuwe rol van medewerkerscommunicatie werk ik ook nog heel nauw samen met de PNO-functie. Dus ik vind het ook echt de verantwoordelijkheid van de communicatiemensen om die verbindingen te maken. Om te kijken van wat zijn nou de doelen die functieoverstijgend zijn en hoe kunnen we daar samen een bijdrage aan leveren. Misschien is dat wel iets wat ik nu heel erg zie, dat grotere belang ook zwaarder weegt dan de agenda's van de verschillende onderdelen. En ik hoop dat we dat echt heel erg kunnen gaan vasthouden, ook als we dadelijk in een nieuw normaal terechtkomen. Ja, samen met, dat is bijvoorbeeld die PNO-afdeling die jij noemde. Kun je daar meer voorbeelden van geven? Met de PNO-agenda werk ik aan het cultuur. Met de PNO-afdeling werk ik aan de cultuuragenda. Kijk, ik ben bezig met het verankeren van purpose. En dat moet niet in een losstaande pilaar zijn. Dat moet de overkoepelende waarom zijn voor ons als bedrijf. En dan vertaald worden in wat verwachten we dan aan gedrag van onze medewerkers. Dus je moet iedere keer kijken van wat is de rol van het onderwerp wat ik stuur. Mm-hmm. En welke vertaling moet je samen maken met andere functies om het relevant te maken voor de medewerkers. En wat we nu proberen toe te passen is dat we veel meer kijken van wat is de behoefte van de medewerker. En niet wat wil je vanuit een programma gaan communiceren. Want ik denk dat we allemaal worstelen met de overvloed aan boodschappen. Dus wij als communicatieprofessionals moeten ook zorgen voor die
voor dat grote plaatje en de coherentie tussen alles wat we aan onze medewerkers overdragen. En dan onze externe stakeholders. Ja, snap ik. En je wilt ze natuurlijk betrokken houden, al die medewerkers. Je wilt ook een eigen invulling mogelijk maken. Als we het even heel persoonlijk maken. Zometeen wil ik jou vragen of je ook nog even je werkkamer wil laten zien. Maar eerst even deze vraag. Welke adviezen geef jij nou je collega's, je medewerkers, om die persoonlijke touch erin te blijven houden? Nou, toch ook wel nadrukkelijk tijd blijven maken voor elkaar. En de hele informele de interactie is natuurlijk best in deze tijd weggevallen. De koffiemomentjes, de lunchafspraken samen. Dus ja, je moet ook tijd blijven maken om echt te luisteren naar elkaar. Ook niet te verwachten dat je altijd aanstaat. Ik heb zelf ook niet altijd zin om mijn camera aan te zetten. En dat moeten we ook gewoon accepteren. En ik merk dat het ook nog... Kijk, soms heb je het gevoel dat als je in een meeting zit en een man, kind of huisdier komt langs wandelen, dat dat best even vervelend is. Maar ook daar gewoon wel de erkenning geven van ja, het is even zoals het is. En laten we elkaar maar zien zoals we zijn. En dat is ook mooi, want het haalt ook heel veel barrières weg. Ja. In deze situatie zijn we allemaal nog meer hetzelfde. En dat vind ik wel heel mooi. En hou jij jezelf dan aan je adviezen, aan je eigen adviezen? Nee, ben gek. Ik inderdaad, dat tijd nemen voor elkaar. Tijd maken, minder afspraken. Tijd maken om zo nu en dan even wat een wandelingetje te maken. Nee, ik hoor mezelf vaak zeggen. En dan denk ik aan het einde van de dag van hoe heb je dat nu zelf nageleefd? Nou, daar zitten nog wel wat verbeterpuntjes aan. Je hebt je best gedaan in ieder geval, neem ik aan. Wat zeg je? Je hebt dan je best gedaan in ieder geval. Ja, goed, ik vind mijn werk gewoon ook heel leuk, meestal. Ja. En dan ga je ook gewoon door. Maar ik denk, het blijft belangrijk dat je elkaar ook blijft aanspreken daarop. En dat doen we als team met de collega's. En dat is wel heel prettig. Oké. Okay. Inge, zou jij een kleine blik in jouw werkkamer kunnen geven? Ja, ik heb even opgeruimd, want ik wist dat je dit ging vragen. Ik zal eerst eventjes de familiefoto's. Lekkere tuin, familiefoto's. Jaren. Kasten. Jaren 70 kastenwand. Heerlijk. Het is lekker rustig, dus daar heb ik wel... En als je wilt kun je ook even naar buiten. Als je daar aan toe bent, ga je even in de tuin werken. Absoluut. Nou, tuin werken niet. Dat laat ik aan mijn man over, maar... Drink er graag een kopje koffie. Ja. Inge, als je nou terugkijkt, het is een periode en jouw bedrijf is natuurlijk een bedrijf dat nou, misschien wel de afgelopen 10, 15 jaar ook heel erg in beweging is geweest. Je bent nu zelf, ook onder invloed van de corona-omstandigheden, in beweging samen met jouw medewerkers en met de branding en de purpose van je bedrijf. Wat heb jij in de afgelopen tijd geleerd wat je misschien daarvoor wel niet geleerd zou hebben? Dat heel veel barrières die we zien in ons hoofd zitten en er niet echt zijn. Adoptie van virtueel werken, als voorbeeld, toch zorgen dat een bedrijf blijft draaien zonder dat de kantoren open zijn. Allemaal zaken waar we veel minder reizen. Ik bedoel, als ik kijk hoe vaak ik vroeger reisde en ja, de afgelopen maanden gewoon niet. En het gaat ook allemaal. Dus wat ik ervan heb geleerd is dat barrières die je misschien ervaart, dat je goed moet kijken of die meer in je hoofd zitten of er ook daadwerkelijk zijn. Want dat heeft deze situatie me wel geleerd, dat er veel te overwinnen is als je maar wil. Ja, oké. Okay. Dat is in ieder geval een belangrijke ontdekking van de afgelopen tijd. En als jij een tip zou mogen geven aan al onze kijkers, wat zou jouw tip dan voor ons zijn? Voor mij is het belangrijkste tip dat we ons niet meer teruggaan naar hoe het was. Dat we echt moeten blijven omarmen wat we hebben geleerd. Dus dat het niet altijd nodig is om bij elkaar te gaan zitten. Dat het niet altijd nodig is om een 6 uur in een auto te duiken. Om ergens een half uurtje te zijn. Dat we ook prima kunnen afspreken zoals wij nu doen met z'n allen. Dat er niet altijd de officiële formele cameraploegen gestuurd moeten worden om gelikte producties te maken. Maar dat het allemaal best wel wat laagdrempeliger kan.
En het belangrijkste vind ik dat we die grotere belangen ook voor ogen blijven houden. En kijken hoe we daar met z'n allen een bijdrage aan kunnen leveren. En ik hoop dat we niet teruggaan naar het kijken alleen naar onze eigen kleine belangen. Maar dat we de grotere plaatsen voor ogen blijven houden. Oké, mooi. Dus kijk vooruit en niet terug. Dankjewel voor deze tip, Inge. Dankjewel ook voor dit gesprek. En jij thuis, bedankt voor het kijken. Leuk dat je er weer bij was bij Logea at Home. Kijk ook eens naar onze C-zicht panelgesprekken of naar de vakimpulsen. En ik hoop dat je volgende keer ook weer kijkt naar Logea at Home. Dag!